Goedendag, mijn naam is Michael Remmerman en ik ben arts klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC. En namens Gracipe Farmacotherapie bieden wij deze college reeks aan over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten. Vandaag zullen we deel 7, ook wel hypercholesterolemie, met elkaar gaan doornemen. Hier ziet u waar dit deel, namelijk deel 7 hypercholesterolemie, zich verhoudt tot de andere delen in deze reeks. Laten we eerst eens gaan kijken naar wat hypercholesterolemie is. Abnormale cholesterolwaarden worden gedefinieerd volgens de onderstaande tabel, waarbij met name kijken naar het LDL-cholesterol, waarbij een waarde hoger dan 3 mmol per liter als afwijkend wordt beschouwd. Dan is het de vraag, wie gaan we dan behandelen voor een hypercholesterolemie? Dat zijn eigenlijk twee categorie patiënten. We hebben patiënten die vallen onder de primaire preventie, en patiënten die vallen onder de secundaire preventie. Patiënten die vallen onder de primaire preventie zijn patiënten die een hoog risico hebben op atherosclerotische plaques, maar waarvan we nog niet weten of ze atherosclerotische plaques hebben. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten die alleen een hoog cholesterol of een LDL-cholesterol in het bloed hebben zitten. De tweede groep, en misschien wel de belangrijkste groep, zijn de patiënten die klachten hebben die veroorzaakt worden door atherosclerotische plaques. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met angina pectoris, myocardinfarct, bepaalde CVA's of perifere vaatlijden. Bij deze patiënten zijn de cholesterolverlagers voornamelijk aangewezen. Nu we een beetje weten wat een hypercholesterolemie is en hoe we het kunnen en welke patiënten we daarvoor moeten behandelen, is het ook goed om ons therapeutische doel te bepalen. Daarbij is het allerbelangrijkste of het primaire doel eigenlijk het verlagen van het cardiovasculaire risico, het voorkomen van micro- en macrovasculair lijden, waaronder hart- en vaatziekten, en ook het voorkomen van cardiovasculair overlijden. Dit is het allerbelangrijkste doel. En dit doen we door middel van onder andere het verlagen van het cholesterol via leefstijladviezen of via medicamenteuze behandeling. Naast deze behandeling is het ook altijd goed ons te realiseren dat bij patiënten met hypercholesterolemie er frequent hypertensie of glucoseproblemen kunnen ontstaan, dus bijvoorbeeld diabetes. Dus ook hier moeten we naar kijken bij een patiënt met hypercholesterolemie. Dan is het belangrijk, wie moeten we nou behandelen? Ook hier onderscheiden we verschillende categorieën volgens de NAG-standaard CVRM. We onderscheiden onder andere patiënten die vallen in een zeer hoog cardiovasculair risico, wat onder andere patiënten zijn die eerder vastgestelde hart- en vaatziekten hebben. Deze patiënten krijgen altijd leefstijladvies en meestal medicamenteuze behandeling. Patiënten die vallen onder een hoog cardiovasculair risico, zoals patiënten die matige chronische nierschade hebben, diabetes, totaal hoog cholesterol of een bloeddruk boven de 180, die geven we leefstijladvies en overwegen we medicamenteuze behandeling. Patiënten die in een laag tot een matig verhoogd cardiovasculair risico vallen, die geven over het algemeen alleen maar leefstijladvies en is medicatie zelden aangewezen. Dan is het belangrijk om ons te realiseren wat de specifieke streefwaarden zijn. Ook dit is weer afhankelijk van de leeftijd van de patiënt. Alle patiënten onder de 70 jaar, streven we naar een LDL onder de 2,6. Patiënten boven de 70 jaar die niet kwetsbaar zijn, of overwegen we ook die LDL onder de 2,6 te krijgen, indien de levensverwachting lang genoeg is. Bij patiënten boven de 70 jaar die kwetsbaar zijn, starten we geen medicatie en overwegen we eventueel lipideverlagende middelen te staken. Bij patiënten die in een laag matig verhoogd cardiovasculair risico vallen, daar hebben we geen specifieke streefwaarden. Wat belangrijk is, is dat patiënten die eerdere hart- en vaatziekte of eerdere vastgestelde hart- en vaatziekte hebben, dat we daar extra alert op zijn. Deze patiënten, in die onder de 70 jaar zijn, dus dat zijn patiënten met een myocardinfarct of angina pectoris, daar streven we naar een lagere cholesterolwaarde, namelijk een LDL onder de 1,8. En bij patiënten die boven de 70 jaar en kwetsbaar zijn,
streven we eventueel ook toch naar die LDL onder de 2,6. Dat we weten dat deze patiënten het allerhoogste risico hebben op het ontwikkelen van nieuwe hart- en vaatziekten. Als we dan gaan kijken naar onze mogelijkheden, kijken we eerst naar de niet-medicamenteuze adviezen. Leefstijladviezen zijn een hele belangrijke daarin. En hier in deze tabel kunt u zien welke factoren nou bijdragen aan een verhoogd dan wel een verlaagd LDL. Ongefilterde koffie geeft een verhoogd risico, terwijl avocado's, sojabonen, tomaten een verlaagd risico geven op hoog cholesterol. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar psychosociale factoren, weinig bewegen, roken en voeding, omdat deze factoren ook het LDL verhogen. Als we kijken naar de medicamenteuze opties, hebben we eigenlijk drie groepen. De statine, de cholesterolabsorptieremmers en de PCSK9-remmers. Als we kijken naar de argumentatie, dan moeten we deze argumentatie baseren op twee factoren. Aan de ene kant de effectiviteit en aan de andere kant de veiligheid en geschiktheid. Als we kijken naar de effectiviteit, dan is stap 1 eigenlijk altijd om te starten met een statine. Is stap 2 eigenlijk het intensiveren van de statine. Stap 3 het overwegen van het toevoegen van een ezetimibe, ook wel de cholesterolabsorptieremmer. En in stap 4 het overwegen van het toevoegen van een PCSK9-remmer. Daarnaast moeten we voor alle stappen kijken of deze geneesmiddelen veilig en geschikt zijn. Door onder andere te kijken naar de ABC-MICT, de allergieën, de bijwerkingen, de contraindicaties, milieuaspecten, interacties, kosten en de toedieningsvorm. Laten we deze stappen eens wat uitgebreider gaan bekijken. Als we kijken naar de effectiviteit, dan kijken we eerst naar stap 1. Dat is namelijk het starten van de statine. En afhankelijk van hoeveel LDL-reductie je wil gaan behalen, kan je voor het een of het ander kiezen. Bij patiënten die een reductie moeten krijgen van minder dan 40% LDL-daling, kunnen we starten met atorvastatine 10 mg eenmaal daags of simvastatine 40 mg eenmaal daags. Patiënten die een sterkere reductie van het LDL moeten krijgen, starten met atorvastatine in een wat hogere dosering of rosuvastatine, omdat deze statines meer potent zijn. Daarbij belangrijk om pravastatine eigenlijk alleen aan te raden indien andere statines niet in aanmerking komen vanwege bijwerkingen, en dan met name de spierpijn gerelateerde factoren. En zullen we ook zien dat de fluvastatine eigenlijk niet wordt aanbevolen gezien de effectiviteit en de kosten van dit middel. Mocht stap 1 niet voldoende zijn en de streefwaarden niet bereikt worden, de patiënt ook graag door wil gaan met het behalen van de streefwaarden, dan kunnen we bij patiënten die simvastatine 40 hebben, dit te switchen naar atorvastatine of rosuvastatine. Indien iemand al atorvastatine of rosuvastatine heeft, kunnen we bij gemotiveerde patiënten en het uitblijven van ernstige bijwerkingen langzaam ophogen tot deze maximale doseringen van statines. Indien de streefwaarde dan nog steeds niet bereikt is, of als iemand eerder moet stoppen in verband met bijwerkingen, kunnen we overwegen om ezetimibe toe te voegen. Dit kunnen we onder andere doen bij patiënten die jonger zijn dan 70, die zowel met of geen, dus met of zonder hart- en vaatziekten. Maar zeggen we bij patiënten die ouder zijn dan 70, die niet kwetsbaar zijn, dat we het kunnen doen. De meerwaarde van het starten van ezetimibe bij kwetsbare patiënten is nogal beperkt. Dus eigenlijk kunnen we ezetimibe bij iedereen starten. In het bijzonder bij patiënten onder de 70. Bij boven de 70 alleen bij niet kwetsbare patiënten met hart- en vaatziekten. En de meerwaarde bij kwetsbare patiënten is dus te beperkt. Indien dit ook niet verdragen wordt of ook de streefwaarde niet gehaald wordt, dan zouden we kunnen overwegen om een PCSK9 toe te voegen. En dit doen we dan met name in deze situatie. Dus indien de streefwaarde ondanks een statine en ezetimibe niet wordt bereikt, of in combinatie met ezetimibe bij een statine intolerantie.
En in principe doen we dit eigenlijk alleen bij patiënten die familiaire hypercholesterolemie hebben of een zeer hoog cardiovasculair risico. Dus die patiënten die vallen in de rode categorie. Zullen we dan eens gaan kijken naar de effectiviteit van cholesterolverlaging, hebben we hier een aantal voorbeelden. Dit is een hypothetische man van 65 jaar die rookt met een bloeddruk van 140 over 90, met een totaal cholesterol van 6, HDL cholesterol van 1 en een LDL van 3,5. Wanneer we de YouPrevent app invullen, zien we dat deze patiënt een 12,6% risico heeft om binnen 10 jaar een hartinfarct, een beroerte of cardiovasculaire sterfte te ondergaan. Dit is zonder behandeling. Wanneer we deze patiënt aan de huidige streefwaarde onderwerpen, zien we dat door het starten van de statine met een streefwaarde onder de 2,6, we van die 12% 2,6% reductie afkrijgen. Wat betekent dat we een number needed to treat van 38 hebben. Dit betekent dat we 38 patiënten 10 jaar lang moeten behandelen en dan heeft 1 van die 38 er profijt van. De andere 37 patiënten hebben er geen profijt van. Of ze zouden geen hart- en vaatziekte krijgen, of ze krijgen het alsnog. Wanneer we deze patiënt aan de extra strenge streefwaarde zouden onderwerpen, dus een streefwaarde onder de 1,8, zien we dat er wel iets meer reductie ontstaat, maar is de number needed to treat van 24 alsnog vrij hoog. Vrij hoog. Wanneer we deze patiënt iets aanpassen, en deze patiënt ook een hartinfarct en diabetes mellitus type 2 geven, dan zien we dat het huidige risico aanzienlijk verhoogt. Het was 12% en nu is het 32%. Wanneer we deze patiënt onderwerpen aan een normale LDL cholesterol streefwaarde onder de 2,6, dan zien we dat er een 6% reductie in risico is en dat er een number needed to treat van 17 is. Deze patiënt zou volgens de huidige richtlijn echter een LDL onder de 1,8 moeten hebben. Wat eigenlijk betekent dat van die 32% risico er 10% reductie van af te halen valt, wat een number needed to treat van 10 geeft. Met andere woorden, zouden 10 mannen van 65 jaar die roken met een hartinfarct 10 jaar lang moeten worden behandeld en dan heeft 1 van die 10 er profijt van. Je zal zien, dus niet iedereen heeft er profijt van, maar het zijn wel hele ernstige gevolgen die kunnen voorkomen. Nadat alle stappen zijn gezet, namelijk het starten, het intensiveren, het eventueel toevoegen van ezetimibe en PCSK9-remmers, is het voor alle geneesmiddelen belangrijk om te kijken of het middel veilig en geschikt is. Van de statines weten we dat het bijwerkingen kan geven zoals een spierkramp, of spierpijn en rhabdomyolyse. Worden statines onderworpen aan interacties, onder andere door sterke CYP3A4-remmers, zoals miconazol, erythromycine, verapamil en diltiazem. Bij cholesterolabsorptieremmers moeten we vooral kijken naar de bijwerkingen, want deze middelen kunnen ernstige gastro-intestinale klachten geven. Bij de PCSK9-remmers maken we ons met name zorgen voor de hoge kosten. De vijfde stap is de informatievoorziening, waarbij we de patiënten moeten uitleggen over hoe de geneesmiddelen ingenomen moeten worden en waar ze op moeten letten. Het belangrijkste is dat we de patiënt uitleggen dat we streven naar een cholesterolwaarde die past bij het risico van de patiënt. De ene patiënt is de andere immers niet. Daarnaast moeten we vertellen dat de leefstijladviezen de belangrijkste maatregel zijn om het risico op hart- en vaatziekte te verlagen en dat de cholesterolverlagers additioneel te gaan zijn. Rodogistgrijs, ook wel de lovastatine, wordt in de richtlijn niet aangeraden. Komt met name doordat er maar beperkt bewijs is dat het voldoende cholesterolverlaging geeft, maar eigenlijk dezelfde bijwerkingen vertoont als de statines. Het doel van de behandeling is langdurige controle van het cholesterol en is dus niet het eenmalig het cholesterol verlagen, maar eigenlijk dat iemand over langdurige tijd een lager cholesterol heeft. Met name dat langdurige verlaging van het cholesterol heeft invloed op de hart- en vaatziekten. Daarbij weten we dat de bijwerkingen, spierpijnklachten, frequent voorkomen bij het gebruik van statines. 5 tot 10% van de patiënten rapporteert dit, waarvan een deel causaal gerelateerd is. Bij een deel van de patiënten is het niet gerelateerd aan het gebruik van de statine.
We weten ook dat de simvastatines en andere statines met een korte halfwaardetijd voor de nacht ingenomen moeten worden, dus antenoctum. Statines met een lange halfwaardetijd, zoals bijvoorbeeld atorvastatine of rosuvastatine, kunnen op elk moment ingenomen worden. Dit heeft met name ermee te maken dat statines werken op het moment dat het cholesterol aanmaak in de lever het hoogst is. Dit is met name het hoogst in de nacht, op het moment dat we niet eten. Dus aangezien simvastatine een korte halfwaardetijd heeft, moet het vlak voor dit moment ingenomen worden om het beste te werken. De laatste stap is het controle en de monitoring van het gebruik van het geneesmiddel. Het is belangrijk om bij aanvang het LDL te bepalen, indien het nog niet aanwezig is. Vervolgens controleren we elke 2 weken op bijwerkingen van deze geneesmiddelen. Controleren we na 3 maanden voor het eerst op het LDL. En indien de streefwaarde niet bereikt is, kunnen we in overleg met de patiënt de behandeling intensiveren. Indien de streefwaarde bereikt is, is jaarlijkse controle op het LDL niet nodig en wordt dit in principe alleen op indicatie gedaan. Daarbij is het belangrijk om die spierpijnklachten, de bijwerkingen, nadrukkelijk in de gaten te houden. Als een patiënt wel ernstige spierpijnklachten heeft, is het belangrijk te controleren of er een reversibele oorzaak zou kunnen zijn voor de spierpijnklachten. Bijvoorbeeld bij patiënten met een infectie, bij heftige inspanning, zoals het lopen van een marathon, of bij CYP3A4 remmende geneesmiddelen. Want deze interactie kan er namelijk voor zorgen dat de spiegel van statine sterk wordt verhoogd en dat daardoor de spierpijnklachten worden veroorzaakt. In dat geval zou er gekeken kunnen worden naar een wijziging van de medicatie. Daarbij is het ook belangrijk om, indien iemand spierpijnklachten heeft, met name bij hinderlijke klachten, de statine te staken en het verdeel te switchen of te herstarten. En dat pas te doen na 4 weken dat iemand is gestopt. Daarnaast is het belangrijk om ons ook bewust te worden dat statines niet tot aan het overlijden doorgegeven zouden moeten worden. En dat deprescribing een belangrijke factor is, met name bij kwetsbare ouderen met een beperkte levensverwachting. We weten namelijk dat deze mensen die geen hart- en vaatziekte hebben, eigenlijk geen meerwaarde meer hebben van die statines. Daar kunnen we zeker overwegen om te stoppen met die lipideverlagende medicatie. Kwetsbare ouderen met een beperkte levensverwachting die wel hart- en vaatziekten hebben, is het ook soms te overwegen om deze lipideverlagende medicatie te staken. Doe dit dan ook in samenspraak met patiënt of dienstnaaste. In de afgelopen dia's hoop ik u verteld te hebben over hoe je een gedegen keuze maakt voor het voorschrijven van cholesterolverlagers en waar u op moet letten. Fijne dag!